topploeg, accommodatie, prachtig stadion. Ik denk dat dat ook een logische stap is voor mij. Ik ben met Kortrijk play-off 1 gehaald, met Oostende 2 jaar na elkaar. En dan ja, een jonge trainer, ambitieus, 47 jaar. Dat wil je vooruitkijken en ik denk toch dat ik deze unieke kans niet kon laten liggen. De eerste week van Yves van der Hagen bij A-agent zit erop. Het was een vrij rustige week door de Interland Break. Het ideale moment om zijn ploeg en de technische staf beter te leren kennen. Voor mij is het zeker wel ideaal geweest dat je het weekend geen wedstrijden had. Dan leer je toch de spelers een aantal extra dagen kennen. Kun je al een keer een match onderling spelen om de kwaliteiten van de spelers te zien. We hebben verleden week vrijdag een match gespeeld waar iedereen ook 90 minuten terug in de benen had. Dat was leerrijk. En het is natuurlijk langs de andere kant niet gemakkelijk om te wachten totdat de groep weer voltallig is. Want ja, de internationals heb ik nog niet bij me gehad. Er zijn stelselmatig aan terugkomen. En hopelijk kunnen we ze zo rap mogelijk allemaal hier hebben. En dan is er een korte voorbereiding na de eerste belangrijke match tegen Waasland-Beveren. Voor de eerste keer in zijn carrière gaat Van der Hagen aan de slag met een voor hem volledig nieuwe technische staf. Maar daar zit hij geen enkel probleem in. Ze hebben mij ook op mijn gemak gezet, laten we zeggen, en heel veel informatie gegeven. En dan zie je toch met de weinige keren dat ik zal zien trainen, dat die informatie inderdaad wel klopt met hetgeen dat ze zeggen. Dat is niet onbelangrijk om straks keuzes te maken, maar ook naar trainingen toe, heel aanvullend. Elkeen van de staf probeert zijn steentje bij te dragen. En we moeten misschien nog een beetje beter naar elkaar toe groeien, maar dat zal geen probleem zijn, denk ik. Wij denken dat Yves een zeer goede people manager is. En over heel veel emotionele intelligentie beschikt. Yves van der Hagen staat bekend als een motivator. En dat vond het Gentse bestuur heel belangrijk. Een schouderklopje, dat kan heel veel doen. Of een deugddoende woordje van ja, goed geprobeerd of zo. En dan probeer ik mentale wat te gebruiken om iedereen zich op zijn gemak te stellen. Want ik heb ook al gezien dat ze heel veel winnen. En doordat ze te veel willen, dat ze soms een beetje te nerveus gaan acteren. Maar dan, ja, het is beter dat ze die inzet tonen. Als ze zouden te lax zijn, dan zou ik al sowieso niet tevreden zijn. Omdat ze zich niet in het zweet werken. Maar wat nu die vier trainingen betreft, iedereen gaat er gewoon vol voor. En ja, het is ook zo dat ze eigenlijk een klein beetje van nul herbeginnen. En dat ze allemaal gelijke kansen krijgen. Maar natuurlijk, de waarheid ligt op het veld. Wie daar gaat presteren en rendement gaat dalen, dan die gaat waarschijnlijk veel spelen. De mooie Gelamco Arena kende Van der Hagen ondertussen wel. Maar het gloednieuwe oefencomplex had hij nog niet van dichtbij gezien. En dat vindt hij ronduit indrukwekkend. Ik heb het eerder nog niet meegemaakt in mijn carrière. Maar natuurlijk is dat een fantastisch gegeven om in te werken. En ja, daarom kan ik alleen maar heel tevreden gestemd zijn. En het is een eer om hier te mogen werken zelfs. Het is nog niet zo lang in gebruik genomen. En ik was ook al wel een keer ginder naar een beloftematch gaan kijken. Maar uiteindelijk was ik hier nog niet geweest. En mijn mond is toch even opengevallen, ja. What have you gathered to report to your progenitors? Are your excuses any better than your senators? He held a conference and his wife was standing by his side. He did her dirty, but no one died. Bij Gent vindt Van der Hagen heel wat oude bekenden terug. Zo kent hij Thomas Maton, Brecht de Jageren en Stefan Mitrovic nog van zijn periode bij Kortrijk. Ik denk wel dat het een voordeel is, omdat ze ja, sowieso tegen elkaar praten. En dat ze misschien links of rechts wel een keer luisteren van welke soort trainer is het? Of hoe reageert hij? Welke trainingsvormen? Is hij streng? Of zoiets. En dan krijg je al ergens een informatie die doorgaat naar de spelers zonder dat je eigenlijk jezelf voorgesteld hebt. Dus. Ondertussen zijn de internationals terug en kan er voluit getraind worden voor die eerste match, nu zaterdag tegen Waasland-Beveren. Ja, ik ben sowieso een trainer al geweest die altijd wel offensief denkt. Maar ik weet ook wel dat we in een situatie zitten waar we echt wel punten nodig hebben. Dus ja, een goede organisatie zal zeker niet mogen ontberen. Maar
Als je dan ergens in de hoek zit waar aan de klappen vallen, dan moet je terug naar de basic. En dat is de goede organisatie en simpel voetballen en een andere veel tijd geven ook. Dus het komt altijd wel een beetje op hetzelfde neer. Maar toch denk ik dat we hier genoeg kwaliteit hebben om vooruit te denken en positief vooruit te denken. Om dan toch vanuit die onderste regionen stelselmatig een beetje naar boven te kunnen kijken. En dan moeten we natuurlijk nog vragen waar de nieuwe coach op mikt. Ja, waar mik je op? Zoveel mogelijk winnen. En dan heb ik niks daadwerkelijk uitgesproken in theorie. Want dat zijn soms de zaken die je kan blijven achtervolgen. Dus ik ben daar wel altijd wel wat voorzichtig in geweest. Maar ik weet welke twee woordjes dat jullie graag zouden horen, maar ik heb ze niet gezegd. Hè. Afsluiten doen we elke week met een voetbalquiz. Wie wint gaat door naar de kwartfinales. Dit keer kijken Renato Neto en Kenny Saïef elkaar in de ogen. West Ham. Zuid-Afrika. Costa Rica. Ja, je win, hè. Verdomme, verdomme, jongen. Yes! Ja, tell him. No, yes. So you did the wrong way. Question, so I won. 14. 13. I scored the goal in the opening, hè. And you don't know it? No. Shit. I thought 15. You scored too many goals, you don't know. Het is Kenny Saïef die wint. Hij gaat door naar de kwartfinales. Wie zijn tegenstander daar wordt, dat zie je volgende week in een nieuwe aflevering van Buffalo TV.